Ja, lieve mensen, we hebben een thema, een serie waar we het over hebben. En dat is Rooted. Dat is de prekenserie. En geworteld betekent dat. En het is misschien wonderlijk. En achter mij zie je een paar foto's. We zijn met een groep van 51 mensen naar Israël geweest. En waarom Israël? Waarom niet naar Duitsland of naar Denemarken? Of naar, waarom Israël? En we geloven dat God een volk uitzocht om daardoor zijn naam bekend te maken hier op aarde. En dat is Israël geworden. En Jezus was zelf een Jood. En het is niet omdat je van geboorte een Jood bent dat je beter bent of anders bent. Of het heeft niet te maken met de politiek. Het heeft niet te maken met wie daar woont in dat gebied. Maar het heeft te maken eigenlijk uiteindelijk of je God kent. En er staat wel iets in de Bijbel, het Oude Testament. Misschien heb je dat nog nooit gelezen. Maar Genesis 12 over Abraham, over de zegen van Abraham. En wie mijn volk zegent zal gezegend zijn. Er zijn wat dingen. Maar ten diepste, we hebben ook gesproken met een Palestijnse man, een christen. Die 14 keer zijn kerk is gebombardeerd. En hij heeft 4 kogels door zich heen gekregen. En toch gaat hij door. Zijn broer is vermoord. Toch gaat hij door. Hij zegt, ik doe het niet voor mensen, ik doe het voor God. En hij is mijn redder. Hij geeft mij eeuwig leven. En mensen houden daar allemaal van vrede. Iedereen wil daar vrede. Niemand wil oorlog. Wij waren daar vorige week zaterdag nog. En als je weet dat daar 5 bommen afgeschoten zijn. Heel wonderlijk als je dat weet. En ze zijn uit de lucht weer gehaald. En Nederland heeft het bijna niet in de krant genoemd en zo. Het hoeft ook niet. Maar het is daar een heel gevaarlijk gebied. Laten wij bidden voor de vrede, zoals de Heer ook vroeg. Voor de vrede voor Jeruzalem. Voor iedereen die daar woont. En dat ze allemaal Jezus leren kennen. Daar gaat het eigenlijk om. En God heeft een plan. Niet alleen met Abraham. Hij had een plan met 1 mens. Hij had een plan met 1 volk. En hij had een plan met de heiden, de niet Joden. En dat zijn wij ook. De Hollanders zijn ook, of de Afrikanen of de Engelsen zijn ook de niet-Joden. God heeft een plan met de wereld. En hij wilde zich bekendmaken door Israël heen. Dus zegen het. Waarom? Ja, ze hebben het niet makkelijk. En ik denk dat goed is om daarbij stil te staan. En het is ook mooi. Ik heb over Rooted vandaag. En over geworteld. En wij waren in Nazareth. En Nazareth, Nazareth betekent wortel van de olijfboom. Heel interessant. En een wortel die gaat diep. En dan soms heb je uit die wortel onder de grond dat daar een wortel uitspruit. Dat er iets uitkomt. Wij hebben het natuurlijk vanuit vertaling gehoord. Maar we hadden een goede gids met niet alleen geschiedkundigen, maar ook Hebreeuwse grondtekstvertalers. En dat was mooi. Maar dat uitspruit wat in Jesaja genoemd wordt. Dat uit de stam van Jesse, uit de stam van David, dat daar de Heer Jezus geboren werd. Dat was ook van geworteld in een voorgeslacht. Dat is mooi, dat is diep. En wij denken misschien wel van, oh, zo simpel. Maar het was niet voor niks dat hij woonde daar in Nazareth. En het was bijzonder om daar te zijn. En misschien hopen we over een paar jaar misschien nog een keer een reis te doen. Maar lees in het Oude Testament veel, dat is mooi. Maar sla het Nieuwe Testament niet over, hè? Dat doen we niet. Hey, het fundament, het wortel, vond ik wel leuk met dopen. He, Hebreeën 12, het fundament, wat heel belangrijk is. Waarom je moet laten dopen. Op het fundament wordt een huis gebouwd. En met een wortel heb je grote wortels, heb je grote bomen. Sterke wortels heb je sterke bomen. He. Dus het gaat om de wortel. Rooted. Nou, en het bepaalt ons leven. Dat is heel belangrijk. Ik heb een mooie tekst, Psalm 18. The Lord is my rock and my fortress. De Heer is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn God. Iedereen denkt, waarom nou Engels? Maar er miste een stukje in het Nederlands. Het was niet helemaal vertaald. Hier wel. My God, my strength, in whom I will trust. In hem wil ik mijn vertrouwen stellen. En ik heb het vandaag over vertrouwen. Een wortel, dat kan je vergelijken met diep vertrouwen. Ik denk dat dat de diepste wortel is. Het diepste wat wij nodig hebben om God beter te leren kennen. Om hem te zoeken. Vertrouwen. Vertrouwen in elk opzicht. En hij is uit de New King James Version. En dat is een bepaalde Bijbelvertaling. Vertrouwen, daar gaat het om in ons leven.
We krijgen misschien stormen in ons leven. Dingen die wegwaaien, dingen die omwaaien, dingen die anders gaan. Dingen die ons tegenhouden op onze levenspad, op ons levensweg. Op degene waar we heen, daar waar we heen gaan, naar onze bestemming toe. Er zijn dingen die ons tegenhouden. Winden, stormen die ons tegenhouden. Laat je niet tegenhouden. Vertrouw op God. Ga door, heb vertrouwen. In seizoenen misschien. Vertrouwen is ook nodig om in seizoenen door te gaan. Een seizoen van winter, dan wordt alles kaal, is niet zo leuk. Maar het voorjaar, dat is leuk. Dan krijg je een mooie bloesem en bloemen. En de zomer is helemaal fantastisch. Maar seizoenen horen in het leven. Je hebt misschien een seizoen met je gezin. Misschien een seizoen om elkaar beter te leren kennen. In verlovingstijd. Of een zwangerschapsseizoen. Of een tijd met dat je in een heel andere fase zit met peuters of met tieners. Of alles heeft zijn seizoen. En ga er doorheen. Of je jong en oud bent. En je hebt ook momenten in je leven, op je levenspad, die je eigenlijk over wil slaan. Die je eigenlijk niet wil. Er zijn momenten in je leven. Erald breekt zijn been op 3 plaatsen. En botstakker 8 centimeter uit. En gewoon van de trap afgevallen. Komt niet van God. God wil dat niet. Niemand wil dat. Maar het is misschien in je gedachten, even niet aan gedachten. Natuurlijk had het anders kunnen zijn. Had hij iets met zijn hoofd of zijn rug kunnen hebben. Maar niemand wil dit. Maar het is wel een moment dat je over wil slaan. Maar dat kan niet. Het is part of life wat er nu is gebeurd. En dan moet je er doorheen. En dan hoef je niet alleen er doorheen. Maar met God kan je er doorheen. Hij geeft kracht, hoop, wijsheid, genezing. Hij geeft dingen die anders niet kan. En we bidden daarvoor, we vragen daarom. Vertrouwen op zijn manier en op zijn tijd dat er dingen gebeuren. Koning David die werd tot koning geroepen. Daar heb ik al een paar weken geleden over gesproken. Maar hij moest wel wachten. Hij moest eerst toch gewoon als een herder in het veld zijn. Och mensen, herder in het veld. We waren daar bij een schaapsherder en dan komen die schapen. Dat is gewoon zo getraind. Van als er een groep Hollanders of zo komen, dan is het leuk, vinden Hollanders leuk. Dan worden die schapen losgelaten en dan lopen ze naar waar ze voedsel krijgen, naar hun stal. Nou, deze beesten stormden naar hun stal, alsof ze de hele dag geen eten hadden gehad. Want we werden bijna, ik heb nog nooit een schaap zo hard zien lopen. Hij holle, zo'n heel bol beest, weet je al, niet geschoren. En op zijn hart, tussen de benen door van ons allemaal, bezig. Die hadden alleen maar één doel. Mens of geen mens, ik wil mijn eten hebben. Daar en nu. Weet je wel, heel grappig. Als je God, als je geen vertrouwen hebt, dan heb je wantrouwen. En als je eigenlijk God niet leert vertrouwen, dan heb je ook vaak wantrouwen in jezelf, in mensen. Kies eigenlijk voor vertrouwen. Dan ga ik een beetje daarop bouwen. Spreuken 3. Vers 3. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. We hebben ook een paar van die mooie liederen erover gezongen. Vers 5. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Vaak vertrouwen een klein stukje op de Heer. Oh ja, de Heer is er ook nog. Nee, met heel je hart. Vertrouw hem. Maar het is een keus, niet een gevoel. Niet wachten op de omstandigheden. Ja, ik vertrouw hem alleen maar als het goed gaat. Ja, maar we leven op aarde. Het is geen hemel nog hier. Er is nog pijn en verdriet en dingen. Weet je, vertrouw op de Heer met heel je hart. Het is een keus. Dat is niet een gevoel. Vers 6. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij voor jou de weg. Dat is mooi. Het is wel even in een context. Vertrouwen brengt ons door het proces heen. Er zijn 2 basiselementen bij vertrouwen. En dat is intimiteit en afhankelijkheid. Intimiteit en afhankelijkheid. Daar bouw je vertrouwen mee. Johannes 15, dat kennen we misschien wel. En anders zeg ik het even. Dat is dan met die wijnrank. Die zit aan de wijnstok vast. Dat is vertrouwen. Ik ben bij u, Vader. Ik ben bij u, Hemelse Vader. Heere Jezus, u had geen zonde. Maar door u mag ik bij u komen. En ik wil bij u blijven, Vader. Ik ben bij u. En dat is een vertrouwen. En dan, alles in de Bijbel is een beetje van, vertrouw je mij? God kijkt naar ons uit de hemel. En misschien nu ook, misschien zit je hier. En misschien kijk je mee op de televisie. Weet je, vertrouw je mij. Zo belangrijk. En elke geestelijke strijd gaat ook hierom.
Er is een geestelijke strijd, helaas. Er is gewoon strijd. Ik heb het niet over een natuurlijke strijd. Ik heb het over een geestelijke strijd. En het gaat erom van, Heer, waar bent u? Vertrouw ik God wel of vertrouw ik God niet? De vijand die er is, helaas, dat zijn geen mensen. Maar er is wel een vijand. Die had in het allereerste begin van het ontstaan van de wereld, had hij datzelfde al. Daar was een vijand en die zei tegen Eva, heeft God niet gezegd? En dan komt het vervolg. Hij gaat al Gods woord eigenlijk een beetje wantrouwen naar God zaaien. Dat zit al in het allereerste begin. Ah ja, God zal wel gezegd hebben, maar hij probeert de mens dat we God eigenlijk niet meer helemaal vertrouwen. En dat doet hij nu nog steeds in deze tijd. En dan het andere, hij probeert je te laten twijfelen aan wat God zegt. 1, dat is de vijand. En 2, hij probeert je vertrouwen te stellen op iets naast God. Dus bijvoorbeeld als je pijn hebt, dat je meer gericht bent op pijn, meer gericht bent op teleurstelling, meer gericht bent op je emotie, meer gericht bent op een ruzie of op je werk wat niet goed gaat, dan dat je eigenlijk gericht bent op, heer, maar wat zegt u nu? Er is een vijand die probeert je vertrouwen van God af te halen. Laten we daar alert op zijn. Herken dat. Want de vijand wil dat we eigenlijk van God weggaan. Nou, dat is niet te vertrouwen. Mensen zijn niet te vertrouwen. De kerk is niet te vertrouwen. De regering is niet te vertrouwen. Hé, dat zeg ik niet, hè. Ik bedoel even het stemmetje van de vijand te zeggen. Maar, nou ja, daar wil ik niks mee te maken hebben. Hé, hallo. Vertrouw niet om wat je heen is. Vertrouw God. En dan kan je het aan. Dan kan je gewoon zeggen, oh, nou diegene heeft het misschien verkeerd begrepen of niet zo bedoeld of weet niet beter of wat zielig of het praat vanuit een verwonding of vanuit een emo of weet ik veel. Maar dan kan je zeggen, Heer, ik vertrouw u. U bent altijd te vertrouwen. Nou, daar heb ik een paar teksten bij. En want ja, de vijand probeert met angsten te komen en met ja, wij hunkeren soms naar een verlangen of naar iets dat goed gaat, maar ja, dat is niet altijd zo. We zitten nog steeds hier in een gebroken, gevallen wereld. Maar vertrouwen is een keus. En dan heb ik even A, B, C, D, een paar dingetjes. A, God wil je beschermer zijn. Dat wil hij. Dat is wel mooi als je dat weet. B, God is degene die onze diepste verlangens wil vervullen. Psalm 37, vers 4 en 5. Hij wil verlangens van je hart geven. En dat is ook een tijd. En soms kennen we die tekst niet goed. Geloven we dat soms niet helemaal goed, weet je wel. En het is een zoeken. En wat wil hij dan geven? Dat is ook nog wel zoeken. C, hij wil je sterker maken. Dat je wortels dieper komen. Hij wil je sterker maken. Jou en mij sterker. Dat is mooi. Dat heeft de wereld nodig. Dat we niet door iets heen weggeblazen worden. En D, vertrouw hem in de kleine dingen. Dan komen ook de grote dingen wel goed. Dan kan je hem ook in de grote dingen vertrouwen. Het begint met kleine dingen, de dagelijkse dingetjes. We hadden een reisleider en hij vertelde dat hij een jaar lang moest hij in militaire dienst op de Westbank. En de Westbank is echt gevaarlijk, veel oorlog. En je weet niet, als jij daar naartoe gaat, kom jij daar ongehavend, levend, daar weer uit na een jaar. En hij was daar en hij moest aan zijn familie mocht hij niet zeggen waar hij zat. Alles werd gescreend, alles wat hij opschreef. En ze hadden dus wel een foto, een satellietfoto gestuurd. En daar mocht hij dan bij die brief verschrijven. Nou, het was van een heel groot gebied dat zij daar ergens zouden zitten. En hij was aan het bidden en hij zei, ik wil mijn moeder laten weten dat ik veilig ben en dat God met me is. Heer, geef mij een teken. En hij krijgt de foto, hij slaat hem open om hem dan op de post te doen. En van bovenaf is die foto genomen. En ik vind het een heel groot wonder. Was een van mijn ding op de reis dat ik dacht, hoe wonderbaarlijk bent u? En je zal Gods wonderen vertellen. Hij kijkt op die foto en die is van bovenaf genomen. En dan zie je zo de bergen, de bergtoppen. En dan zie je de dalen, je ziet de spleten, de schaduwpartijen. En precies in het midden van de foto ziet hij door de vorm van de ravijnen en de schaduwvallen van die valleien, ziet hij de naam, en ik moet zo zeggen, Yahweh.
Letterlijk groot. Ik heb een foto van de foto, maar die is wat wazig. Ik laat hem nog een keer zien, want ik ben daar helemaal vol van. Hij heeft hem digitaal teruggestuurd, maar ik heb even afgelopen week wel wat anders aan mijn hoofd gehad. Veel tijd, andere dingen moeten doen. Maar die foto laat ik je zien, want hij is... Ik heb een foto van de foto. Hij is... Je kan zien de letters. Ja, je mag de hele groep navragen. Dat was heel bijzonder. God, de naam van Yahweh. Ik ben die ik ben. God is er. En dat was voor hem... Hé, hey, mijn God is hier. En hij heeft zijn moeder geschreven, waar God is, daar ben ik. En dat was voor hem een antwoord. En ik vond het heel diep, heel mooi. 1 Samuel 17. Stukje uit de Statenvertaling. En een stukje uit de andere vertaling. Het eerste stukje. Verder zei David, Heren, die mij van de hand van de leeuw gered heeft. De hand des leeuwens, of zoiets staat er in de Statenvertaling. En uit de hand van des beers, of zoiets staat daar. Ik vond het wel heel grappig. Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei de Saul tot David, ga heen. En de Heere zij met u. En dit stukje staat alleen in de Statenvertaling zo vertaald. Ga heen en de Heere zij met u. God is met je. Ga heen, waar je ook heen gaat. Maar God is met je. En dat is een hele diepe. Is dat zo? Is Gods woord waar? Hé, hey. Want als jij zijn naam kent, kan je op hem vertrouwen. Psalm 9, vers 11. Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen. U verlaat niet wie u zoekt hier. Heer, als jij hier nog nooit in de kerk bent geweest... als je naar huis gaat, onthoud deze tekst. Psalm 9. God is er. God, die is bij je. En die wil graag bij je zijn. En als je zijn naam kent, dan kan je op hem vertrouwen. En weet je, hem persoonlijk kennen. De vijand kent zijn naam ook. Wat is dan het verschil? Dat je zijn naam kent. Ja, ik heb wel een keer gehoord van die Jezus of zo, van Nazareth. Nee, zijn natuur kennen, zijn karakter kennen, dat is zo belangrijk. En vertrouwen moet je, dat is zoeken en vertrouwen. Heer, ik vertrouw u naar, maar ik moet ook zoeken, wie bent u dan? En nou, er zijn dan een paar dingen, leer zijn stem te horen... En leer zijn karakter kennen. Nou, daar gaan we even over hebben. Leer zijn stem te horen. Luister naar de stem van de Heer uw God. Matthäus 4, vers 4. De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Ieder woord. Als je het moeilijk hebt. Erald heeft de keus gemaakt. Hij zocht God gisteren. En het was niet dat hij eerst een uur in de Bijbel zat te zoeken. Heer, geef mij een tekst. Hij sloeg het woord open. Hij vroeg aan de Heer, voordat hij het opensloeg, van Heer, leid mij. En hij krijgt de tekst. En ja, iets in de trant, ik heb hem even niet bij me hier. Ik heb hem in mijn iPhone staan. Maar ik zet u op uw voeten. En toen was dat was voor hem het woord. Heer, voordat ik de operatie inga, ik zal weer op mijn voeten komen. Ze staan, ik zal weer lopen, weet je. Zo, en dat, ik zet u op mijn voeten. Dat is een woord voor hem. En dat is heel specifiek. God kent je ook heel specifiek. Dat is heel mooi. En het is heel apart, want morgen om 12:30 moet ik naar het ziekenhuis, naar de chirurg. Morgen, na 4,5 maand. Want ik heb ook mijn enkel gebroken gehad, geopereerd. En dat zou voor mij een afsluiting zijn. En misschien moet ik nog naar een therapeut, want ik kan nog niet hinkelen. Maar nou, komt dan goed allemaal. Maar, en nu hij, net alsof dat dan doorgaat van nu hij, weet je wel. En dan denk je, oké, je kan heel erg negatief gaan nadenken. Maar je kan ook denken, Heer, we blijven verbonden, we proberen het beste. En Heer, help ons, weet je wel, zo. Met God, help ons. Hij krijgt een traumachirurg, dus hij krijgt een goede chirurg. En ik heb wat puntjes. Leer zijn stem te horen, is niet alleen... voor de Heer Jezus, maar ook voor onze waarheid. Leer zijn stem te verstaan. We zijn een schaap en een herder, daar mag je naar luisteren. 2, Gods stem brengt leven. Het brengt leven. Ik had afgelopen vrijdag, en dat was persoonlijk voor mij... toen sloeg ik het woord open en toen had ik het stukje van... word je aangeklaagd, vrijspraak zal volgen. Was voor mij een woord. En je hebt de neiging, Heer, ik wil helemaal niet aangeklaagd worden. Maar voor mij was het een ding, Heer... U bent in deze situatie en dank u wel dat uw woord richting geeft en hulp geeft. Voor mij was dat iets en voor een ander spreekt dat helemaal niet aan. 3, hij wil ons sterkte en zekerheid geven. Mooi hè? God wil sterkte en zekerheid geven. 4, zijn stem brengt ons door het proces. Hij leidt ons, dat had ik al een keer verteld. God leidt ons als schapen. Hij leidt ons in het proces. Laatste stukje, leer zijn karakter kennen. Nou, een van zijn dingen is 1, God liegt niet.
heb ik een tekst bij. Tekst hoef je even niet te lezen. Maar dat is Titus 1. Dat doen we altijd op connectgroepen. We raden mensen aan, schrijf de tekst even op. Maar hij liegt niet. 2. God is een perfecte vader. Dat staat in Lucas 11. Als het goed is, hebben we livestream. Als het goed is, hebben we dat we ook nu vanaf vandaag ook op Facebook de preek kunnen volgen. We gaan vooruit met die dingen. Dat is mooi. En nog nooit zullen we, zoals nu, zoveel mensen kunnen bereiken. 3. Hij is een goede, gulle gever. GG. 3 keer G. Goede, gulle gever. Ja, dat is Jacobus 1, vers 17. 4. Liefdevol en vriendelijk is God. Misschien ken je dat helemaal niet, dat hij liefdevol is. Maar hij is het wel. Psalm 13. Wat grappig. Het is 1 vers verder. Hij is vanuit het Engels, dus het is vers 6. Psalm 13, vers 6. Sorry. New King James Version. Dan gaat het over dat hij merciful is en zo. 5. Hij is met ons. In Deuteronomium 31, vers 6 staat een heel mooi stukje. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de Heer, uw God, die met u meegaat. God wil met jou meegaan. Hij wil meegaan op je reis. Hij wil meegaan in jouw situatie. Hij wil meegaan wat je ook doormaakt. Hij wil meegaan als je laat dopen, dat is leuk. Maar laten we in de leuke momenten niet God vergeten. Maar juist in de moeilijke momenten hebben we hem nodig. Maar God heeft ons altijd nodig. En wij hebben altijd God nodig. Dus God gaat met je mee. En ik wil afsluiten met een mooie psalm. Psalm 139. En iedereen denkt, ja, die ken ik wel. Nou, hij is van David, een psalm. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Mooi. Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij, u omgeeft mij van achter en van voren. God is dan helemaal heel dichtbij. U legt uw hand op mij, lieve mensen. Uw hand op mij, zo mooi. Wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip, mijn denken, mijn begrijpen verre te boven. Het gaat mij te boven. Dat is mooi. God kent jou. De dopeling die in de gevangenis heeft gezeten. De dopelingen die haar kindje verloren heeft. Hij kent jouw verdriet. Hij kent je wanhoop. Degene die kanker heeft gehad. Wat een verhalen. Even van een paar dopelingen. Hij kent jou. Hij is bij je. Je bent niet alleen. Je hoeft het niet alleen te dragen. Hij kan troost geven en vrede wat wij niet kunnen. Wat wij niet eens kunnen geven. Hij is er. Jezus heeft wonderen gedaan. En wij waren in Cana. En de bruiloft te Cana, daar maakte de Heere Jezus zijn eerste, daar deed hij zijn eerste wonder. Water werd wijn, dat kennen we misschien. Maar die vaten wijn, die waren daar als een regel, als een wet, om je te reinigen. Je voeten, je werd gereinigd. Daarvoor waren die vaten wijn, vaten water. En God zei, ik ben gekomen om de wet te vervullen. De wet is er niet meer. De wet is niet meer het hoogste. Mijn genade komt. Ik kom hier om genade te brengen. En hij zei, dat water hoeft niet meer om je schoon te maken. Ik geef iets beters. Ik geef wijn. Het gaat niet om de alcohol. Het gaat om de vreugde. Het betere wat hij geeft. En God wil feest vieren. Hij wil maaltijd met je houden. Hij wil als een bruiloft. Komt de bruidegom terug om zijn bruid, de christenen, te halen. Dat is allemaal met bruiloft. Dat is allemaal met samen zijn. Dat is allemaal, hij wil niks liever samen met ons zijn.
Weet je, hij kent jou beter dan wie dan ook. Want hij heeft jou gemaakt. Hij heeft mij gemaakt. Vertrouw God. Vertrouwen is de diepste vorm van wortelen. En dat maakt jou en mij sterk, vruchtbaar en gelukkig. Vertrouw hem.